I'm king of the world! Dave, doe dit nou eens een keer niet, man. Oh, maar Ben, wat gaan we vanavond doen dan? Het zou vet zijn als een Ben al langs laten komen. Ja, maar wie? Alan Clark? Nee, een gat de lul. Oh, wacht, kijk, hier, tweet van Negative van de Social Club. Ze komen langs vanavond. Nou, Negative. Uitstekend. Ben jij de jongens even? Ga ik wil even make-up doen. Even. Look in my eyes, man. You can't touch this. We gaan een gerecht maken, variatie op carbonara, vlinders in de buik. Vlinderpasta met carbonara en vlinderkip. Beste van Italië, beste van Paris. Wat ik wil is dat je hem doormidden snijdt en dan halverwege ophoudt. Dus niet helemaal doorsnijden, dat je echt een vlinderkip krijgt. Zo een vlinderkip, oké. Okay. En waar vlak het hij naartoe? I believe I can fly. Hand erop, inderdaad. Maar wij gaan het vandaag met mascarpone doen, om het wel lekker rond te houden. Weer wat geleerd. Je hebt dus de mascarpone en de hoeveelheid eieren is heel essentieel. Je doet 2 eidooiers en 1 ei voor 2 personen. Maar omdat we natuurlijk veel mensen hebben, doen we het dubbele. Dus het worden 4 eidooiers met 2 hele eieren. En gaat er knoflook in? Ja, uiteraard. Je mag 4 tijntjes voor me snijden. 4 man? Dan heb je geen knoflook per se. Omdat dan in de puree... Wat? Nee, laat denken even naar die vraag stellen. Vraag gaat negatief. Negatief, hoe snij jij de knoflook? Nou, ik snij nooit knoflook. Ik heb zo'n handig persdingetje. Ja, nee, dat moet je dus niet doen, hè? Want dan blijft alle smaak in de pers zitten. Je moet altijd je knoflook snijden of pureren met je mes. Dus ga ook lekker van snijden. Ik ben alvast de mix aan het maken. Hier gaat zo meteen nog parmezaan in. Een beetje zout en peper erbij. Dan gooien we de pasta erin. Koken we de spekjes af, want dat vet gaat ook in de saus zitten. Als de pasta klaar is, gooi je de pasta allemaal in die saus. En dat gaart dan de saus. En dan ben je gewoon klaar. Wie heeft jij dit allemaal geleerd, gast? Maar man, net zoals jou. We hebben meer dingen gemeen dan je denkt, joh. Heel mooi. Dus. Dan gaat je imago ook, doei. Zonder Beek, jij hebt zo'n feit drinken. Ja, dat zou ik doen. Is dat een elektrische auto? You inbound it live als je moet draaien. We doen het automatisch, baby. De mix of de sausmix voor de carbonara is er klaar. We gaan de pasta gaan we koken. En nu is Rick bezig met de spekjes. Sam, hij heeft weer een gouden regel. Nee. Zo moe van die man. Nee. Ik heb een gouden regel. Ja, wat dan? Je zit zelf te roeren. Nee, nou, maar je moet nooit je spekjes overcrowden als het ware. Dus je moet nooit op één hoopje gooien, want dan heeft het dus geen kans om bruin te worden. Oh ja. Snap je? Ja, als je het allemaal op één hoop gooit, dan heeft de hitte geen kans. Ik bedoel van hem, zo hoog is. Ongelooflijk. Nooit overcrowden. Don't overcrowd the spekjes. It's the one and only friends of a town called Bel Air. All the single ladies, all the single ladies. En dit is eigenlijk een passieproject ook ernaast. We moeten allemaal onze passie afgenaren. Ja, nee, ik kreeg die zakje toch. Oké, maar jij wil later... Jullie zaten al uit, man. Nog niet, dat wel of niet doen. Okay. Ja, als je voor een vrouw kookt en je doet dit, is het gelijk klaar. Maar willen, grappig. Dan ga je gelijk naar een toetje. Maar, nee, ik ben op die leef gekomen bij mijn oma. Is oma ook een kookvriend? Ja, dat is echt zo. Ik heb de courgette gesneden. Dit is deel van het bijgerecht met de cherry tomaatjes. Nu gaan we het allemaal afmaken. De tijdwekkertjes die ik net zei. Hè. De groenten die gaan we zo meteen even afblussen met bijvoorbeeld balsamicoazijn. Pasta is lekker aan het koken, nog 2 minuten. Gooien we bij de saus. Gaan de spekjes bij en dan de kip. Klinkt professioneel. We got this. Oh! Ja, kijk eens, zie je? Dit zijn ze. Oh, ik is ook mooi. Dan giet ik ondertussen even de pasta. Hij is weer veel belangrijker dan ik merk ja, het alweer. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik giet even de pasta af. En nu moet je snel zijn, want de pasta moet natuurlijk wel die saus een beetje gaar koken. Want er zit nog steeds rauwe eieren. Ja, is goed, Jules. Oké, man. Jij wil mee. Je moeder is trots op je, daar wel. Groentjes zijn klaar. Die zetten we even op een apart bordje. Om het een beetje af te maken voor je gasten, omdat Negative op bezoek is. Een beetje rucola eroverheen. Dit was de Vlinders in de Buik aflevering. Negative, bedankt voor je hulp. Ik had het zonder jou niet kunnen doen. Weet ik. Hey. Okay, like onze Facebookpagina. Share it. Wees die held. Hey, en like die studentenkookshow. Wees die held in de keuken. Volg ons, tweet ons. Ga ervoor. Mag ik nou proeven? Dat is de gijgang. Ja, ik moet wel even proeven, want we hebben de hele tijd gekomen. Mensen moeten wel weten of het een beetje te eten is. Oh god.
het oordeel. Nee, nog een hap is altijd goed.